Welkom terug bij mijn autowinkel, lieve mensen. Vandaag hebben wij weer zat te doen om deze autowinkel tot een groot succes te krijgen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we weer eerst eens even kijken naar dit sappige autootje. De vorige video hebben we namelijk een van de zeldzame auto's gehaald, namelijk de Mazda. En wat ben ik hier blij mee. Ik heb hier in totaal, ik denk wel, 3 dagen gedaan om dit schatje te krijgen. Maar we hebben hem nu en we gaan hem ook zeker gebruiken. Maar dat is niet het enige wat wij vandaag gaan doen. Want ik kreeg namelijk deze reactie onder de video. En toen zeiden jullie, Santi, ga voor de hele video alleen maar busjes inkopen. En ik weet dat jullie dit in het begin ook tegen mij hebben gezegd. Omdat busjes schijnbaar heel erg veel geld zouden gaan opleveren. Alleen heb ik nooit gedaan. Maar vandaag, sinds dat ik toch bijna tegen de 10 miljoen zit, ik knijterrijk ben, dan dacht ik van, weet je wat? We gaan gewoon lekker onze autowinkel vullen met busjes. Nou kan ik zeggen van, we moeten vandaag alleen maar busjes kopen. Maar ik zie daar ook een Lamborghini, dus die ga ik ook bij kopen. Maar we moeten wel de hele dag dus busjes verkopen. En hier begint het al mee. Dit zie ik kan ik wel zien als een busje. We kunnen een camper als busje zien. We kunnen trouwens ook een, volgens mij, een soort bouwbedrijf busje kunnen we als een busje zien. En er was volgens mij nog een busje. Maar we weten heus wel welke we kunnen hebben. Dus deze gaan we allereerst kopen. En ze zijn best wel prijzig volgens mij nog. 35.000 euro. Dus we gaan sowieso eventjes onderhandelen voor 28.000 euro. Daar gaat ze sowieso mee akkoord. Ik ken haar wel. Oké, niet dus. Nou, voor 30.000 dan om gewoon lekker deze video af te kicken. En we hebben hem. Let's go. Die gaat meteen naar de garage toe. Verder de rest hebben we geen busjes. Maar we hebben hier natuurlijk wel een prachtige Lamborghini. In het zwart ook nog. Nou, die gaan we er gewoon extra bij kopen voor de winkel natuurlijk. 373, dat wordt dan 310.000 euro. Ik denk dat dat wel werkt. En dat werkt zeker. Die moeten we ook even repareren. Dus het wordt een dure eerste dag. En het leuke is, we hoeven niet per se te wachten voor de carmarkt en de auction. De neighborhood heeft namelijk ook altijd heel erg veel busjes. Dus daar gaan we nu eventjes heen rijden in onze prachtige gifgroene Mazda. Ik ben hier nog steeds echt super blij mee. Ik moet wel zeggen, hij drift niet zo erg lekker als de Toyota Supra. Maar hey, wat boeit dat? Dat maakt helemaal niks uit. En eens even kijken. We rijden in de neighborhood. En normaal gesproken zie ik hier bijna altijd alleen maar busjes. En nu valt dat volgens mij wel mee. Hey, nee wacht, hier hebben we er eentje. Dit kunnen jullie zien als een truck. Maar we gaan het lekker als een busje zien. Anders hebben we echt heel erg weinig te verkopen in de zaak. Dus deze gaan we ook kopen. Dit zijn echt van die dingen die ik nooit zou kopen. Maar ja, weet je, het moet maar eenmaal vandaag. 127.000 kilometer erop. Oh joh, maar 3800 euro. Die kopen we gewoon meteen. Daar ga ik niet eens moeilijk over doen. Hatsa. En die gaan we naar de tow truck brengen. Eens even kijken. Car tow truck. Hatsa. Dan hebben we er al 2, de eerste dag. Dat is best wel lekker. Hé, hey, en daar zie ik nog een busje. Nou, dan hebben we er zelfs 3. Nou, dat vind ik echt helemaal geweldig. En dit is ook weer zo'nzelfde busje als dat we er net hebben gekocht. Dus deze zal ook denk ik rond de 30 zijn. 42.000 euro. Oké dan. 32.500 euro. Ik denk dat dat wel genoeg is. En oké, dan gaat hij ook niet meer akkoord. Ik heb het gevoel dat ze met die wat goedkopere auto's een beetje moeilijker doen om de prijs. Maar we hebben hem. We hebben hem. Geen damage, dus hij gaat ook lekker naar de tow truck. En dan moet ik zeggen, Geslaagde eerste dag. Natuurlijk hoop ik ook, wanneer we weer auctions hebben, dat ik nog een keer een zeldzame auto krijg. Maar geloof mij, ik heb het doel, zeg maar, voor een legendarische auto, heb ik wel een beetje aan de kant geschoven. Waarom? Het duurt gewoon heel erg lang. Daar heb je een Dodge. We hebben een Dodge Viper hier. Zullen we voor de grap eens kijken of we deze kunnen racen? Ik ben wel benieuwd. Deze kunnen we natuurlijk racen, maar de Badass Car optie, die zit er volgens mij gewoon niet eens meer in. Dus dat gaan we niet eens meer proberen. Wel een vette auto. Ik hoop hem ooit een keertje te hebben. Hoppa! Nou, dan gaan we het eerste busje eens eventjes repareren. Hoppa! En de Lamborghini gaat ook in de reparatie. 12.000 euro. Dat is best wel veel geld, moet ik heel erg zeggen. Maar ja, weet je, we moeten blijven investeren. Jongens, ooit ga ik al deze verdiepingen verkopen. Ooit. Als we geld nodig hebben. Besef, hè, dit busje heeft gewoon een turbo en nitro erop. Bro, dan ben je knijtersnel bij je. Besef, hè, dit busje heeft gewoon nitro en turbo. Besef, hè, dit busje heeft gewoon nitro en een turbo. Nou, dat is een hele snelle bedrijfsauto, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dit gaat wel een ding zijn, nou. Ik ga met 4 km per uur naar achteren. Oh jeetje, kom op, pak hem even. Ja, dankjewel. Maat, ik ga volle gas en, oh mijn god, 16 km per uur. Oh, en dan ook nog tegen Toyota Supra. Die moeten we ook trouwens nog verkopen. Die heb ik van de vorige keer nog in de verkoop staan. Dus die mogen we nog wel verkopen. Maar daarna alleen maar de busjes. Zo, ik zit vast. Nou, dat is niet ideaal. Oké, die zetten we open. Dan kunnen we die ophalen en de Lamborghini ophalen. De Lamborghini gaan we nog even een kleurtje geven. En daarna gaan we skippen naar de volgende dag. En trouwens, lieve mensen, als jullie nog meer ideeën hebben wat ik moet doen met mijn autowinkel, laat het vooral weten. Ik vind het echt heel erg leuk jullie namelijk meedenken aan ideeën. En daarmee is het niet alleen een autowinkel voor mij, maar ook voor jullie. En ik snap niet waarom ik dit busje hier bij de verver neerzet. Dat is niet helemaal, dat bedoel ik. Oké, dat is mooi. Er zijn ook al mensen voor de Toyota Supra. Dan kunnen we die meteen wegdoen. Meneer, kom maar. 110.000 is een koopje. 103.
Weet je, ik vind het allemaal prima. Het is vandaag namelijk niet de dag van de Toyota Supra, maar van de trucks. Hé, ik zie trouwens nu, ik heb nog unpaid bills die ik moet betalen. Laat ik dat even snel doen voordat ik een boete krijg. Als het die boete me trouwens wat boeit, joh. Ik kan het allemaal wel betalen. Even kijken, 96.000 euro. Huppa, meteen weg door het putje heen. Nou, deze moeten we ook even een leuke kleur geven. Ik voel me vandaag heel erg olijfgroen. Olijfgroenig. Ja hoor, ik vind het allemaal wel best. Iets donkerder. Ja hoor, ik voel me helemaal deze kleur vandaag, baby. Zo, en dan staat de Lamborghini er ook heel erg mooi bij. Dan wordt de Lamborghini verdieping in één keer wel heel erg vol ook. Zelfs als de Porsche. De Porsche zit ook bijna heel erg vol. Weet je hoe ik dit trouwens veel sneller kan afhandelen? We gaan gewoon terug naar mijn container. We gaan daar slapen en we rijden gewoon meteen terug. Dat bedenken we ook natuurlijk. De container is natuurlijk ook nog steeds ons huis. Die hebben we ook helemaal volledig volgens mij gepimpt. Dus even een beetje minder luxe. Maar ja, weet je wat het is? Het maakt mij allemaal niet uit. En dan gaan we de volgende dag. En we hebben vandaag mazzel. Een car auction. Weet je wat nog meer mazzel zou zijn? Als we een zeldzame auto erbij krijgen. Maar ik ga stoppen over het zeiken over een zeldzame auto. Ik bedoel, we rijden er nu in eentje. We gaan wel even naar de neighborhood toe intussen. Om te kijken of daar nog meer bussen staan. En ik zie er alweer één. En dat is meteen de meest irritante die we kunnen krijgen. Maar ja, ik heb het gezegd. Vandaag alle bussen. Oh, en deze is ook nog eens kapot. Weet je, ik ga deze niet eens repareren. Dat wordt al zo verschrikkelijk erg om in de garage te krijgen. Deze gaan we gewoon meteen naar de tow truck brengen. Hoppa. Dat is nummer uno. En dan hoop ik natuurlijk wel een beetje meer van die bedrijfsauto's te krijgen. Dat zijn de chillste. Hey, ik ben even aan het nadenken welke auto's je er nog meer bij had. Volgens mij had je namelijk ook nog iets van... Ja, echt zo'n heel vierkant postbusje of zoiets. En het lijkt erop dat er niet veel aanwezig is vandaag. Oké. Niet dat het heel erg is. Maar eigenaardig. Normaal staat de neighborhood namelijk helemaal vol met dat soort bussen. Maar ja, hey. En de Mazda staat daar nu toe. Wat goed. Als we kijken of ze die Mazda willen racen. Dat zou wel grappig zijn, hè. Dan hebben we er twee. En nee, oké, de bed is ook weer... Oh mijn god. De bed is car. Dat gaan we doen. Oh mijn god, ik ga twee zeldzame auto's krijgen. Dit meen je niet. Oh mijn god, je gaat me niet zeggen dat ik twee Mazda's ga hebben, hè. Ik ga twee Mazda's hebben. Maar huh? Hoe kan dat dan in één keer? Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar we gaan twee Mazda's hebben, ouwe. Ik ga deze niet... verliezen. Dat ding is echt knijter lelijk, maar dat maakt niet uit. Oh, oh mijn god, ik ben nog zenuwachtig, maar we hebben hem. Oh, oh, ik ben nog zenuwachtig, want we waren straks de Mazda kwijt. Maar we hebben hem. Oh, ik heb een Mazda erbij. Hoe dan? Vandaag kan echt niet beter. Het kan echt niet beter. Ik maak niet eens een grap. Wat is dit? We gaan van een hele korte tijd geen één zeldzame auto te krijgen, naar opeens twee zeldzame auto's in... twee video's. Dit slaat we echt helemaal nergens op. Vriend, echt. Ten eerste moeten we jou even goed pimpen. Maar dat doen we een ander keertje wel. Even kijken. Tow truck. We gaan weer verder met onze dag. Trouwens, ik moet toch nog wachten. Het is 8:30. Ik kan net zo goed even die Mazda gaan pimpen, denk ik. Waarom ook niet? Dit slaat echt helemaal nergens op, ouwe. Maar het lijkt mij dus nu dat als ik dus weer een Mazda tegenkom daar, dat ik dan weer Bettiscar kan doen of zo. Ik snap het niet. Ik snap hier helemaal geen reet van. Zo, nou, die truck staat er ook weer bij. Jeetje, we hebben ook gewoon twee bussen, twee trucks. Nou, of twee is het, twee bussen, twee trucks. Vier bussen. We houden het even op vier bussen. Ja, ik moet toch nog tot 12:00 wachten. Ik kan net zo goed deze eventjes checken. We maken hier dan geen driftauto van, maar dan zetten we een race kit hierop. En dat wel prima is. Wacht even, heeft hij schade toevallig? Hij heeft 0 schade. Oké dan. Ja, we gaan die wielen even anders doen. Ja, we gaan er niet heel veel aan veranderen trouwens. We kunnen hem ook verkopen, maar dat vind ik ook weer zo zonde om te doen. Dit erop, dat erop en de race kit gaat erop. Ja, die wielen moeten wel echt anders, man. Die wielen moeten echt anders. Even kijken. Deze gaan we denk ik... Ik denk dat we deze geel gaan doen. Dus we moeten even... Ik denk dat we deze opzetten. Of oranje. We gaan ze oranje doen, ja. En dan deze gaan ook helemaal zwart. Ik vind dit wel een hele vette velg. En die size, die mag wel ietsjes minder. Calipertje er natuurlijk op. Die gaat ook oranje. Hop. We brengen even een ode aan onze eerste Porsche. Dat is een leuke. Kijk, de car setting, de suspension. Die moet echt laag. Ik vind dat zo lelijk als hij zo hoog staat. Zo. Camber. Die stond ook een beetje te breed. Dus die gaan we ook... Oh nee, wacht. Kunnen we wel een beetje zo schuin doen. En de positie mag ietsjes naar binnen. Ja, lights. Weet je, we pimpen gewoon meteen het hele ding. Prima. Zo, oké. Ik heb hem even heel snel gepimpt. Hij wordt dus oranje. En ik moet zeggen, ik vind deze bijna vetter dan onze originele Mazda. Het is al bijna 12:00, dus dat is mooi. Dan gaan we met deze eventjes naar de auction toe. Even kijken. Hotza. Dan maken we deze nog even snel. Oh, wacht. Trouwens, ze zijn al begonnen natuurlijk. Oh, rijden. Ik moet snel zijn. Even kijken. De eerste auto. Als het eerste auto nu weer zo'n zeldzame auto was, dan werd ik echt gek. Want dan waren we namelijk nu te laat geweest, denk ik. Even kijken. Ticket. Busjes moeten we vandaag hebben. Busjes. Ik moet focussen op busjes. Hey, en een Porsche. Die gaan we wel meenemen. Kijk, dan gaan we tenminste niet met lege handen weg. Maar het is geen Porsche.
Kijk, dan gaan we tenminste niet met lege handen weg, maar het is geen busje. Dus even kijken. En natuurlijk gaan we hem echt vol oranje gooien. Zo, paint. Polish natuurlijk ook. Beetje metallic erin. Smoothness nog wel iets omhoog. En nog meer metallic. Nee, zo is het mooi. Hoppa! Nou, ik zeg jullie heel eerlijk. Ik vind deze bijna vetter dan onze originele groene. Laat even weten in de reacties. Vinden jullie deze vetter of vinden jullie de groene vetter? Even kijken. Maar deze gaan we dus niet gebruiken. Of tenminste niet gebruiken. Amper gebruiken. Deze zetten we wel lekker binnen. Zo. Kijk, dan kunnen we bijna gewoon hier een hele verzameling al maken, jongens. Dit slaat nergens op. Oh, en hij is al kapot. Oh, en hij is lelijk ook. Oh, moet ik dit weer fixen? Zo. Hatsa. Nou, dan staat hij erin. Laten we lekker de dag skippen en doorgaan met ons doel, jongens. Oké, want we hebben weer om 3 uur een auction. Dat is mooi. Hopen dat we daar bussen krijgen. Weer naar de neighborhood. Eigenlijk hetzelfde riedeltje. Gewoon weer in de neighborhood kijken of er busjes zijn. En ik heb het gevoel dat het vandaag een mooie dag is voor een paar busjes. Alleen, het is akelig leeg hier. Sterker nog, er staat hier echt bijna helemaal niks. Oké dan, dat is nieuw. Nou, ten eerste rijdt deze malo tegen me aan. Dat is helemaal top. Hey, een camper. Oh mijn god, rijdt tegen ze. De campers zien we ook als bussen, jongens, trouwens. We kunnen ook een keer een video doen dat we, nou laten we zeggen, alleen maar campers moeten kopen. Dan moet ik zeggen, dat is vrij zeldzaam merk nu dat het een camper is. Er zit hier een driftkit op. Waarom zit er een driftkit op een camper, maat? Nou ja, weet je wat? Die gaat er lekker naar de tow truck. Hats. Dan hebben we die erbij. Staat er daar nog verderop in de straat misschien een busje? Ik weet het niet. Oeh, nee. Ik zag het helemaal verkeerd. Weer maar één busje. De dagen zijn raar tegenwoordig in deze stad, jongens. De dagen zijn raar. Zullen we voor de grap ook weer kijken of we weer een Bad is car kunnen doen? Oh, jeetje. Zou er weer eentje staan? Het leek op een Toyota Supra. Ah, dat is een Porsche. Maar nou ben ik benieuwd, hè? Als ik nou daar continu met deze auto ga rijden, is het dan de hele tijd Bad is car of zo? Nee, oké. We gaan het gewoon een keer proberen bij een andere auto. Misschien weer Mista. Bro, als ik met deze auto de hele tijd Mistas kan winnen. Hey, ik ben je mannetje hoor. Dan heb ik straks een hele verdieping vol Mistas. Dan moet ik nog een verdieping gaan bouwen. Moeten we ook nog eens kijken hoe we dat hier tussen gaan krijgen. Ik denk dat dit lukt. Wacht, gaan we de bocht behalen? Ja, we halen de... Oh nee, we zitten vast. Hier moeten we even een keertje zo'n klein busje doen. Jeetje, ik ga niet eens zoveel ruimte hebben voor al die busjes. Oh mijn god, die draaicirkel hiervan. Ja, mag ik naar achteren? Hallo. Dit was zo'n verschrikkelijk goed idee, jongens. Dit was echt zo'n verschrikkelijk goed idee. Ik weet niet meer van wie dit idee was, maar dit was zo'n verschrikkelijk goed idee. Nou, die staat er ook. Ik kan net zo goed gewoon een campingbedrijf starten hier. En dan gaan we nu officieel beginnen aan de derde rij van Porsche. Het is echt, er staat hier echt voor vermogen aan auto's. Het is echt niet normaal dit. Nou, Oxen, wat heb je voor mij in petto? Een kever. Nou, daar kom ik niet voor, hè. En helemaal niks. We gaan er weer lekker vandoor. We gaan lekker de dag skippen en hopen dat er een carmarket is. Plus dat er in de neighborhood nog wat dingen staan. Want ik heb het gevoel dat we niet heel erg veel busjes gaan kunnen verkopen vandaag, lieve mensen. Ik bedoel, ik vind het al meer dan geslaagd om het feit van dat ik weer een tweede Mista erbij heb. Maar dat was ons missie niet. Ons missie was zoveel mogelijk busjes. En dat gaat gewoon op dit moment niet heel erg goed. Carmarket hebben we wel. Dat is heel erg fijn. Dat is heel relaxed zelfs. Maar staat er hier dan ook nog wat in de neighborhood? En, oh jeetje, het begint al echt heel slecht. Alleen maar normale auto's. Ah, dat meen je niet. Dit meen je niet. Is het echt zo weinig? Is het zo zeldzaam? Dat, echt, hou op hoor. Het is echt zeldzaam. Nou, weer geen bussen. Wat hier dan wat? Nou, letterlijk geen bus te zien. Letterlijk geen bus te zien. Ja, er staat weer een Lambo. Waar ik uiteraard blij mee ben, maar... Wat is dit nou? Hoe kan het nou opeens zo zeldzaam zijn? 73% damaged! Wat? Wat? 250.000 euro. Ik zweer het, ouwe. Even serieus. Ja, dat begrijp ik. Maar mijn goede genade. Misschien dat we het onder de 3 ton kunnen krijgen. Misschien 3 ton zelf. Dat moet wel. Kan niet anders. Oh, hij is niet eens flexibel. Ik moet het kopen echt... Nou, weet je wat? Uitgetest. Koop hem. Wat een gekke geest, ouwe. Gekke geest. Maar weer geen busje. Dit is heel pijnlijk, hoor, jongens. Dit is echt heel pijnlijk. Oh mijn god. We kunnen zelfs met deze een Lamborghini... Nah... Hoezo heb ik in één keer Bad is car nou wel dan? Kan ik de camper winnen? Nee, jammer. Had ik dat wel gewild. Ik kan gewoon een Lamborghini winnen. Even serieus, je let op. Bad is car zag je, oké. Wat een grap is dit zeg. En toen kapt in één keer mijn microfoon ermee. Ja, heel erg irritant. Maar dat houdt me er natuurlijk niet van tegen om deze video af te maken. We hebben hier namelijk nog een lelijk eentje gekocht. Oftewel zo'n hele lelijke bus. Die gewoon echt knijtervervelend is. Nog even zo'n heerlijk bestelbusje erbij. Die trouwens knijterduur zijn. Dat is echt niet normaal. Maar hier heb ik er nog eventjes eentje bij gehaald. Toen gingen we even kijken of wij nog met de Mista een Dodge konden gaan racen. Dat zou heel erg fijn zijn geweest namelijk. Want dan hadden we gewoon een Dodge gekregen met de Bad is car. Alleen ja, dat ging niet helemaal. Maar we gaan zeker niet opgeven. Voor de rest heb ik nog een extra busje erbij gekocht. Zo'n bestelbusje. Een Kia Carnival, zo heet die dingen. Die heb ik erbij toegevoegd. Dat was tevens ook volgens mij het laatste. Oh.
ja, hier reed ik hem ook nog kapot. Heel vervelend. En uiteindelijk heb ik alles verkocht. Niet heel erg veel winst gemaakt. Van 9,7 naar 8,3 miljoen. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit. We gingen nog eventjes kijken of ik kon racen. En dat kon niet. En daarmee wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nou nog een video zien? Klik dan op een van deze twee video's in het midden. Vergeet niet te abonneren. Dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!